De Nationale Assemblée heeft vanmorgen de wet uitzonderingstoestand aangenomen met 27 stemmen voor en 8 tegen. De termijn voor de uitzonderingstoestand is maximaal 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Deze wet heeft te maken met de COVID-19-crisis. Het doel van de wet is om buitengewone maatregelen te kunnen treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hiervoor is er een noodfonds van 400 miljoen Surinaamse dollar in het leven geroepen. Om het fonds te financieren zal de regering een lening op de lokale markt sluiten. De marathonvergadering was soms rumoerig. De oppositie leverde onder meer kritiek omdat de president weer eens afwezig was. We gaan de vergadering aanvangen, maar we zien de president niet. Dus ik wil weten van u, als wij deze vergadering gaan beleggen zonder de president. Want dit is een zeer zwaarwichtige aangelegenheid van de regering, waar de president in hoog eigen persoon aanwezig moet zijn. Ik weet niet als de vicepresident, maar misschien komt hij straks, de president, ik weet niet als hij de bevoegdheid heeft om deze vergadering voor te zetten namens de regering. Het gaat om een militaire aangelegenheid. Ja, en we weten dat de president, ja, de opperbevelhebber is van het land. Gaan we wat duidelijkheid wat dat betreft. Dank u wel. Maar tegelijkertijd moet de maatregelen zodanig zijn dat misbruik voorkomen moet worden. Ja? Het heeft in de afgelopen periode vaker ontbroken aan te goede trouw handelen van de overheid. Ook de verantwoording naar het parlement is vaak zeer gebrekkig geweest. Niet tijdig en totaal niet volledig. En deze trend kan verergerd worden in een tijd van een noodtoestand. Zonder betrokkenheid, brede betrokkenheid van DNA en rechterlijke controle. En daar moeten we een balans in zien te vinden van wat is nu wel noodzakelijk en wat kan achterwege gelaten worden. Mijn fractie is geen voorstander van noodtoestand. Dat waren de parlementariërs Marinus B. en Krishna Mathura. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simon zei dat het niet eenvoudig was om de wet voor te bereiden. Vooral de financiering van het fonds was een grote uitdaging, benadrukt ze. We hebben een voorziening moeten treffen waar we allemaal mee hebben geworsteld en geprobeerd om het zo transparant mogelijk te doen. Om geen open eind financiering te geven aan de regering en toch geld vrij te maken, want er wachten een paar heel moeilijke dingen op ons. Het was geen eenvoudige beslissing, het was geen eenvoudige wet. Maar het is gelukt. Er is een heleboel meegenomen, ook van de oppositie en ook van mensen die niet hier in de zaal zijn. Namelijk met name transparantie. En het parlement heeft er stem behouden, dus we hebben ervoor gezorgd dat het parlement in geval van nood kan ingrijpen. Dat is toch wel iets wat belangrijk is. En dat er een bestuur is voor het fonds dat op een correcte wijze de middelen zal beheren die de staat zal besteden. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vanochtend na de aanname van de wet uitzonderingstoestand. De wet biedt de regering de ruimte om maatregelen te nemen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.